Welkom iedereen bij deze nieuwe aflevering van Planet Coaster. We zijn vandaag weer in Micropark en ik heb iets voorbereid. Ik heb namelijk weer een heel tof idee. Nou ja, tof idee, dat moet nog blijken natuurlijk. Ik ga het vertellen. We hebben natuurlijk niet zo heel veel ruimte hier in dit speelveld, maar ik heb het nog kleiner gemaakt met deze cirkel. Wat gaan we hier inbouwen? Een achtbaan. En nu moet ik denken aan die achtbaan in Europa Park, namelijk de Can-Can Coaster. En deze achtbaan is gebouwd in een gebouw, eigenlijk een ronde bol. En die achtbaan is gewoon heel compact. En dat lijkt me heel tof om zoiets dergelijks te bouwen hier in Planet Coaster. Dus lekker compact en ook in het midden een hele leuke lifthill die omhoog gaat als een soort tol. Ja, dus je moet je eigenlijk voorstellen dat hier dan aan de buitenkant de randen zijn van het gebouw. Ik ga het gebouw niet realiseren, alleen de achtbaan layout zelf. Nu ga ik eerst kijken welke achtbaan wij het beste kunnen gebruiken om deze een soort van te realiseren. Het wordt geen remake, het wordt geen recreation van de Can-Can Coaster, maar het wordt wel gewoon een soortgelijke achtbaan. Het idee, hetzelfde concept. Ja, ik zou zeggen dat we dan deze pakken, de Crazy One Looney Turns. Die lijkt me dan denk ik het beste. Misschien deze, de gelanceerde Torque. Laat ik toch voor deze gaan, Looney Turns. Kijk, een klein station, dat hebben we nodig, want we hebben al niet veel ruimte natuurlijk. Oké, stel je voor, je begint dus hier in de hoek. De wachtrij moet ook binnenin lopen, dus we hebben wel genoeg speling, hoop ik. Zou het hier passen? Misschien wel. Anders een beetje proppen, Een beetje proppen, wilde ik dus zeggen. Maar dan, nou goed. We gaan beginnen met de rit. We doen het heel kort door de bocht. En dan ga je eigenlijk al richting het midden. Beetje een bochtje zo. En ik hoop dat dit ongeveer het midden is. Ja, zoiets. Zoiets. Oh, ik kan geen bocht maken bij deze. Zeg nou wat. Ja, dan moet ik hem lanceren. Shit. Heb ik zo'n achtbaan gekozen? Kan die weer niet met zo'n lift omhoog? Nou, ik kon niet zo 1, 2, 3 een achtbaan vinden die dan omhoog ging. Volgens mij wel de junior coaster, maar die wil ik bewust niet kiezen. Dus wat gaan we doen? We gaan dit gebruiken in het midden van de cirkel. Dus deze mag weer ietsje omhoog zo. En dan gaan we die speling wat we eerst hadden, gaan we ook ongeveer in het begin doen zo. Is dit ongeveer het midden? Het is het net niet. Ik ben erg benieuwd wat hij hier gaat doen met die remsectie die daar zit. Ik heb er vertrouwen in. Dit wordt een leuk baantje. Kijk, daar komt hij. Beetje remmen erin. Wow, hij haalt het waarschijnlijk niet eens door die remmen. Ik weet ook niet, misschien kan ik dit gewoon eigenlijk de weg uitlaten. Dat hij gewoon... Hij hoeft geen remmen. Hij hoeft echt geen remmen. Maar het moet wel soepel. En als hij niet soepel is, is het gewoon heel gaar allemaal. Dus smooth al. Daar komt hij. Ja, ik ga hem toch even opnieuw doen, want dit was niet helemaal lekker of zo. Ik had een paar keer getest en ik vond hem eigenlijk een beetje too much of zo. Dus ik ga eens even kijken, want dit gaat ook wel passen. Ja, je moet je voorstellen. Hey, Vince, jij bent gelukkig. Jij mag dus in deze koepel een hele vette achtbaan ontwikkelen. Wat voor achtbaan zou je dan doen? Nou, deze gaat al met een lekker tempo. Deze gaat echt met een lekker tempo. Heerlijk. Eigenlijk gaat hij nu al een soort van te snel, vind ik persoonlijk. Kijk, want je wilt opbouwen. Je moet sowieso die achtbaan mooi opbouwen natuurlijk. Maar kijk hoe die vliegt. Hij gaat wel echt retensnel. Heerlijk. En ja, je zit natuurlijk ook met die ruimte. Je zit echt met die ruimte. Hoe ga je dat precies doen? Je wilt langs die achtbaan, maar ook niet te dichtbij. Dus je moet echt een beetje een ruime bocht. Nou, dat had ik eigenlijk in het begin al moeten doen hier zo. Dus even kijken. Die en die. En dan zou je hem ervoor kunnen laten gaan, maar je hebt niet veel ruimte. Dus je wil eigenlijk rechtdoor. En dan moet je omhoog. Dan kan je weer een bocht nemen naar boven. Want je wilt opbouwen. Dus je moet sowieso weer een beetje de hoogte in. Ja, gaan we werken met inversies? Dat denk ik eigenlijk niet. Maar er kan wel weer een heel leuk scherp bochtje komen boven het station. Want daar hebben we gewoon de ruimte voor. Alleen de vraag is, hoeveel snelheid heeft hij? Moet hij hier niet een grotere bocht krijgen? Want anders krijg je dadelijk te veel G-krachten natuurlijk. En je moet ook nog naar beneden. Gelukkig is die ruimte er. Ja, en ik ben natuurlijk, dat weten jullie, ik ben een ontzettende fan van compacte achtbanen. Dat vind ik, ja, dat is gewoon geweldig. Dat heeft iets. Kijk, hier zit je eigenlijk een beetje tegen de rand van die bol aan. Als het een bol is natuurlijk. Kunnen we dan daardoor heen? Dat gaat makkelijk. Nou ja, makkelijk. Het wordt natuurlijk steeds compacter. Maar wat ik al zei, die bol is behoorlijk groot. Dus ik heb best wel de ruimte om iets heel vets hier te bouwen. Zo, dan zou je hem nu weer over de baan kunnen laten gaan. Alhoewel, even kijken. Een klein beetje groter misschien. Want je wilt ook niet dat het er dichtbij komt. Je moet nog wel je armen kunnen uitstrekken natuurlijk. Bij deze achtbaan. Nou, dan gaan we hier de bocht om. En dan hier overheen. Dat is wel heel gaaf. En het einde mag wel een leuke speling zijn. Zo langs een beetje de rand. En hier hebben we zelfs nog de plek om een heel mooi rondje te maken. Echt heel veel plek. Ik dacht in het begin van, nou, dit gaat best wel moeilijk worden voor mezelf. Om dit allemaal bij elkaar te kunnen proppen. Als ik het zo zie, denk ik van, oh, ik heb echt reten veel plek. Ik kan echt misschien nog wel een tweede achtbaan plaatsen, bij wijze van spreken. Ik denk dat hij best wel hard aankomt nog steeds. Dat hij best wel veel kilometers maakt. Maar ik ga wel gelijk een onrij maken. Want ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig naar hoe deze achtbaan, hoe die gaat.
Dus we gaan eens kijken als we erin zitten. Nou, dit is hem. Lekker compact. En je moet je voorstellen dat dit natuurlijk gewoon in het donker is. Ik zou nu ook donker kunnen maken in de map. Maar uiteindelijk moet je dat maar een beetje erbij fantaseren. Nou, hier natuurlijk de lift hill. Niet heel bijzonder natuurlijk, maar ja, bijzonder is dat hij recht omhoog gaat natuurlijk. En dan de handjes in de lucht, want het is natuurlijk gewoon recht naar beneden. Gelijk al die bocht. Ik heb hem nog niet vloeiend gemaakt. Dus waarschijnlijk zal hij nog een beetje stroef aanvoelen. Nou, dan gaan we hier onderdoor weer. En je komt elkaar een paar keer tegen als je natuurlijk meerdere treintjes op de baan hebt. Alhoewel, ja, het is nog niet echt nodig. Nou, hier heeft hij nog een lekker tempootje. Verliest al iets meer snelheid. En dan gaan we richting het einde. Dat is een beetje richting de zijkant. Oh, neer mis je. En dan richting de remsectie. Op zich niet echt een hele slechte baan. Misschien had ik hem nog compacter kunnen maken. Dat zou nog kunnen, want je hebt natuurlijk de plek, de ruimte. We zouden hem ook nog een beetje kunnen draaien. Want kijk, je kan nog een beetje naar achter gooien zo op die manier. Alhoewel, dat had ook niet veel groter gemoeten natuurlijk. Maar we hebben ook heel veel plekken niet benut. Dus je zou hem ook nog heel leuk kunnen aankleden met bijvoorbeeld een ruimtethema, zeg maar wat. Hey, dit was de video. Vond je dit nou leuk? Laat vooral een duimpje achter. Wil je dat ik meer van dit soort concepten of ideetjes uitwerk? Laat het weten in de comments. En wie weet, werk ik jouw idee wel uit. Hey, tot de volgende keer bij weer een nieuwe aflevering van Planet Coaster. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Laten we beginnen met het slechte nieuws. Dan kan dat goede nieuws misschien wel overspoelen. Ik heb nog altijd een hele mooie, toffe samenwerking met pretparkwinkel.nl. Ja, tot eind oktober. Maar er is een op-is-op actie. Absoluut. Want er zijn nog maar 4 t-shirts te koop. En dan is het gewoon klaar. Dan verkoop ik die niet meer. De Alpine Coaster t-shirt. We hebben nog 1 keer small, 1 keer medium en 2 keer extra large op voorraad. Dus mocht jij een van deze maten willen, kijk dan even om een linkje in de beschrijving op pretparkwinkel.nl. Het is op-is-op, dus dat zijn eigenlijk de laatste t-shirts die er zijn. Dus sla je slag in nu het nog kan, want ja, daarna verkopen we het niet meer. En uiteraard kan je nog steeds de pins aanschaffen. Kijk ook even, linkje in de beschrijving voor de pins die nog steeds te koop zijn. Je kan ze ook heel leuk combineren met andere pretpark merch. Het goede nieuws is heel goed. Nou ja, ik vind het fantastisch. Misschien hebben jullie gemerkt dat tijdens de pretpark vlogjes, de vakantievideo's, dat ik AI-nummers heb gebruikt, ook in de pretpark reviews. En die AI-nummers, ja, ik vond het gewoon heel lach om die te maken. Gewoon tijdens de autorit om die dus te gaan schrijven en te maken. Nou ja, thuis heb ik al die liedjes bewerkt en ook met extra geluidseffecten erdoorheen. En dat hele album van 12 nummers staat nu op Spotify. Ja, en misschien is het wel even leuk om te luisteren naar een van die liedjes. Want het is gewoon ontzettend droog. En allemaal omtrent de pretpark trip van 2024 in Oostenrijk, Polen en Duitsland. Ja, de titel van het album klopt nog niet helemaal, maar dat ben ik nu aan het veranderen. Dat duurt eventjes, maar dit zijn de nummers. Het heeft ongeveer bijna een maand geduurd voordat dit allemaal op Spotify stond. En we gaan eens luisteren naar bijvoorbeeld Stokbrood Kruidenboter. Wij gingen naar de Lidl toe, we zochten iets lekkers uit. Eén ding wist ik zeker, stokbrood scheelde ik voluit. Wil je doorgebakken of liever zwart door rook? Ja, of mijn favorietje in de mijn. In de mijn, ja in de mijn, op spellen in uien van tijd. In de mijn, ja in de mijn, de bol zo ondergrond, voelt zo koel en fijn. Ook met leuke verwijzingen naar Baron 1898, ik vond het wel leuk. In de safari met de jeep, leuke dingen die je ziet. Besef even dat het hele album dus op Spotify staat en je kan het vinden onder gewoon DaVinci-stijl invullen bij artiest. En dan kom je vanzelf op een album uit en anders een linkje in de beschrijving naar het album. Ja, hoe dat album eigenlijk een beetje ontstaan is, omdat ik AI heel leuk vind. Ik vind het heel interessant en het is ook een beetje eng natuurlijk. Want ik vul een tekst in en ja, de liedjes worden gemaakt. Om dit album te maken heb ik meer dan 300 keer liedjes moeten maken, genereren, om te kijken, zit daar een juiste liedje bij? Dus er zit echt heel veel werk in. Ik heb dat allemaal nabewerkt en al die liedjes
Die heb ik gefine-tuned en ook de beste uitgekozen voor het album. Want uiteindelijk wou ik 15 liedjes op het album. Het zijn er 12 geworden. Ik heb gewoon een paar liedjes geschrapt. Misschien komt er nog wel een bonus track bij, maar houd gewoon in de gaten. Sowieso wil ik dit, als het lukt, elk jaar gaan doen omtrent de pretpark trip. Het is best wel origineel. Ik bedoel, ja, wie maakt nou een AI-album over zijn vakantie? Dus ja, dat is het goede nieuws. En ik hoop dat je er blij mee bent. Ga het even checken natuurlijk. Ja, dit was de video. Vond je dit nou een leuke video? Laat gewoon een duimpje achter. En laat ook zeker weten in de comments achter welk liedje jij het leukst vindt van het hele album. Nou ja, ga het gewoon luisteren. En ik ben erg benieuwd naar jullie mening. Dus tot de volgende video. Doeg! Stokbrood, kruimboter, lekker mandje stokbrood. Wil je doorgebakken of liever zwart door rood? Stokbrood, kruimboter.